Groningen was vandaag nog meer dan de afgelopen maanden de plek voor David Bowie-fans. Na het nieuws van de dood van David Bowie gisteren besloot het Groningen Museum vandaag open te gaan. Fans brachten bloemen langs en schreven een persoonlijke boodschap in het condoleanceregister. Wat heeft u in het boek geschreven? Thanks, amazing, wonderful, handsome David Robert Jones. Want ik noem hem liefst bij zijn gewone naam, David Robert Jones. Vind ik prachtig. Dat hij mijn jeugdheld was, maar dat hij altijd zal blijven. Voor velen kwam de dood van David Bowie als een grote schok. Een gevoel van verlies, uiteraard. En je houdt er ook rekening mee. Hè? We hebben ondanks Lenny moeten missen, hè? Van Motorhead. Goed, en ik ben ook een hele grote Stones fan. Dus ja, het wachten is nu helaas op een van die jongens die zal gaan. En dus ja, het is veel te snel, veel te vroeg. Maar je weet dat het kan gebeuren. Nou, heel eerlijk, het klinkt een beetje dramatisch, maar ik dacht, mijn jeugd is voorbij. Nu is mijn jeugd echt afgesloten. David Bowie was zo, ja, mijn hele leven bij me en nu is dat over. Dus ja, ik wel, ja, het doet wel pijn. Triest. Dat zijn generaties die uitsterven. Lou Reed overleden vorig jaar en nu David Bowie. Dat zijn toch wel de grote, de jaren 60, 70. Ja, David Bowie, ja, ja. Ik word er wel verdrietig van als hij er niet. Ik merk dat ik de hele tijd moet huilen en zo. Dus het doet me echt wat, alsof het er een familielid dood is of zo. Zo voelt het. Het Groningen Museum overweegt extra open te gaan om de verwachte toestroom van David Bowie-fans aan te kunnen. Dat is voor veel fans een hele opluchting om de mooie herinneringen aan Bowie levend te houden. In de tijd in de jaren 60, 70, dat hij het bewustzijn verruimde van mensen. Dat is vooral dat. De Summer of Love was erg in de mode in 1967. Toen bloeide hij op. Mijn mooiste herinnering was een live optreden van de Glass Spider Tour. Dat is al heel lang geleden. In 87 geloof ik. En ik ben nog steeds onder de indruk van hoe mooi die man kon zingen. En met wat energie hij op het podium stond. Dat zal ik nooit vergeten. Nee. De tentoonstelling David Bowie is wordt niet aangepast, maar blijft hetzelfde. De tentoonstelling is nog tot en met 13 maart te bewonderen in het Groninger Museum.